Kijk hier. 10 extra 1 en 10 2. Ongelooflijk. Ik zou ze daar zetten. Dan zijn jullie ook echt de allereerste die op de baan staan. Ik zal eigenlijk in het kort even wat spelregeltjes uitleggen en eigenlijk een beetje het ontstaan van het padellen. Ja, kijk, padel is eigenlijk in de jaren 60 ongeveer begonnen. Iemand door FMN verzonnen door iemand uit Mexico. De man leefde hoog in de bergen en had eigenlijk geen sport of niemand om mee te sporten. Dus wat is hij uiteindelijk gaan doen? Hij is een tennisveldje gaan maken en dat was eigenlijk gewoon een muur, tegen het gebergte heeft hij uitgehakt. En daar is hij eigenlijk een beetje de bal tegen aan gaan spelen. Net zoals de tennismuurtjes die we wel eens kennen, vanuit de tennisbaan waar je misschien een beetje warm kan spelen. Maar omdat hij op de berg woonde, wilden zijn ballen nog wel eens naar onder rollen. En dat was natuurlijk een beetje een probleem. Dus op een gegeven moment is hij eigenlijk heeft hij er nog een band achter gemaakt. En zo is eigenlijk een beetje zeg maar, de kooi ontstaan. Uiteindelijk allemaal in steen. In Zuid-Amerika en Midden-Amerika zie je nog heel veel, in plaats van glas, zie je betonnen muren. Maar eigenlijk is sport wel zodanig gegroeid tegenwoordig. En het is echt een leuke kijksport. Dat natuurlijk niet leuk is als je erachter staat om tegen een betonnen muur aan te kijken. Dus vandaar eigenlijk wordt er tegenwoordig alleen maar glas. In Nederland. Uit. Op een gegeven moment gaan we wel eens een keertje gewoon zo vrij spelen. En dan wordt het natuurlijk steeds duidelijker. Spelenderwijs leer je de spelregels wel. Nou, als we serveren gaan we eigenlijk vanuit achter zullen we serveren. En je serveert eigenlijk ook gewoon diagonaal net zoals met tennissen. De bal laat je eigenlijk altijd stuiteren als je gaat serveren. Dus de bal laat je stuiteren en moet onder de heuphoogte geslagen worden. Hoe is het nou, deze sport? Ja, dit is leuk, uitdagen. Ja? Ja, heel erg. Ja. Wel, je moet wel even wennen. Heel erg. De racketjes zijn korter. Maar het is leuk hoor. We gaan het proberen. Succes! Ja. Nou, dat deze baan wellicht. Blij ermee? Heel blij. Ik denk dat het heel goed is voor de sport, voor zowel de tennissport als de padelsport. Ook op de eiland van Dordt, want we konden echt wel eens een boost gebruiken. En gelukkig is dat er nu. En volgens zeggen, binnen de kortste keren zit het helemaal vol met paddelaars. Padellers, sorry. Ja, ik vind het een hele mooie naam. Komen er meer banen zover u weet hier in Dordt? Ja, er komen er volgens mij, CC is er bezig met 2. In Papendrecht zijn ze met 4 banen geloof ik bezig. Echt, het leeft overal. Dus de competitie komt er ook aan? Ja, daar komt de competitie ook aan. Ja, ja, jullie zijn nu per vandaag eigenlijk open. Blij dat het seizoen ook weer begint? Ja, ja. Het is natuurlijk we zijn heel blij dat seizoen en we hebben natuurlijk een waanzinnig mooi park. Dus dat is natuurlijk sowieso heel leuk. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat de kantine, we hebben een schitterende kantine, een schitterend clubgebouw. Alles is heel goed geoutilleerd en het mag helaas niet open zijn. Dus dat is heel triest, maar we hopen de beste van. Het zal eens wel een keer corona een keer achter de rug zijn. Dus zodoende.